inworp is voor Noorwegen. Roy probeerde die bal op te pikken. Liedersen. Fjørtoft. Rekdaal. Witsche. Mikland. Kon er net niet doorkomen. Hij kroop er als ware doorheen, het kleine mannetje. Jammer, ik kon geen goed schot meer afleveren. Omdat hij toch behoorlijk op zijn huid gezeten werd hier door Aaron Winter. Nee, het is Stan Valks. En het rustsignaal van de Schotse scheidsrechter. Eerste half uur vond ik Nederland goed. Dat resulteerde ook in dat doelpunt. Maar daarna namen ze gas terug en kwam Noorwegen iets meer in de wedstrijd. Ja, en dat moeten we dus zien te voorkomen de tweede helft. Want in mijn ogen hoeft Nederland beslist niet in de problemen te komen. Goed, wij gaan naar Juraatjes hier op het veld in Oelevaal. Ja, we gaan het stadion hier even verlaten, maar zijn we een paar minuten toch alweer bij u terug. Want dan zullen Frits Barend, Henk van Dorp en Piet Keizer die eerste helft eens eventjes nabeschouwen. En doen dat met het terughalen van wat mooie sportmomenten van de eerste helft. Natuurlijk ook met het mooie doelpunt van Roy. Daarna is er weer een reclamebok, maar eerst tot ziens over een paar minuten. Is gespeeld, 1-0 voor Nederland. Wat vond je van de eerste helft? Nou, ik vond het op zich een aantrekkelijke wedstrijd. Er gebeurde op Nederland even zoeken. Hebben ze de wedstrijd naar mijn gevoel wat in hun grip gaat door die bal rond te spelen. En vooral balbezit te laten prevaleren. Zeker in de achterste linie. En af en toe het risico genomen met wat dieptepasen die vaak niet aankwamen. Maar er kwamen toch op een goede moment uit. Omdat... Ja. Het heeft mij verrast dat de Noorden zo ver van hun eigen goal gespeeld hebben. Hebben gedacht dat afvallender dan je dacht. Ja, ze speelden een meter of 30, 35 van de goal. Dus er was redelijk veel ruimte zelfs voor de aanval. Daar kregen we kansen, Nederland. Ja, daar kwamen er ook per kansen, ja. En je zei een keer, we zaten langs de lijn. Toen zei je een minuut of 8, 9. Ik heb je toch gezegd, laat ze maar fluiten, dat Noorse publiek. Dat hindert niet. Dat betekent dat Nederland verdedigend speelt. Ja, dat vond ik een prettig geluid op dat moment. Dat klopt dan ook. Die Noorden die zijn trouwens, naar mijn gevoel, bijna de hele wedstrijd zijn ze een beetje aan het zoeken geweest. Wat ze moeten doen, heel in het begin. Vielen ze in de Nederlandse verdediging aan. En dat ging op een gegeven moment niet door. Het bleef op een eigen helft staan. En men speelde moeiteloos die bal rond. En had de wedstrijd goed onder controle. En Nederland speelde heel slim. Ja, dat bedoel ik, dat ze slim spelen. En het was ook nog, wat jij niet verwachtte, een hele leuke eerste helft. Er waren goede momenten bij. Er waren spectaculair in de eerste minuut al een bijna doelpunt tegen. Ja. Zullen we daar misschien even naar gaan kijken? Nee, daar gaan we niet naar kijken. Gaan we niet naar kijken, dan moeten we het vertellen. Dan merk jij nog iets op. Je zei, Winter komt veel op. En dat kan hij nu, omdat hij een rechtsback achter zich heeft. Dat had hij tegen Luxemburg niet. We hebben nu een rechtshalf en een rechtsback, Winter en Reiziger. Kun je dat een beetje uitleggen voor het publiek? Ja, omdat Winter niet meer de verplichting heeft om die hele zone op rechts te dekken. Ja. Hij voelt zich echt gesteund. Dat is iemand die achter hem staat, die kan die positie dekken. Dus hij heeft gewoon veel meer de kans om... Wat hij heel goed kan, zo rechtstreeks naar die goal te gaan en 30, 40 meter op volle snelheid te willen sprinten. Er was één situatie waar hij met Bergkamp, wanneer hij meeloopt, en Bergkamp ziet het jammer genoeg. Nee, die zag het niet. Nee. Dan staat hij helemaal vrij. Dus jij pleit ook eigenlijk voor vier verdedigers, zoals Nederland nu speelt, zoals ook tegen Luxemburg speelde en op het laatst ook bij de WK speelde. Ja, ik denk dat dat een veel evenwichtiger... Waarom is het evenwichtiger? Omdat men beter voorbereid is op het moment dat er foute ballen gespeeld worden. Op het moment dat het onderbroken wordt, en zoals de Noorden dat dan ook willen, en een hoop ploegen, die willen graag counteren en die willen dan met veel mensen uitkomen. Ja. Dan zijn er in ieder geval al vier mensen die kunnen dat redelijk controleren. Want... Er is ook nog iets anders. Het Nederlands elftal heeft er een goalgetter bij, lijkt het zo langzamerhand wel. Je bedoelt Brian Roy? Ja. En met zijn rechterbeen. Met zijn rechterbeen en recht voor de goal. Maar jij legt dat dus uit, recht voor de goal. Hij staat het linksbuiten. Hij staat linksbuiten. Normaal gesproken is hij erg aan zijn plaats gebonden, aan zijn positie. Of hij staat op links in het laatste kwartier speelde hij op rechts. En Overmars naar links. Maar hij heeft toch kennelijk de vrijheid gekregen of genomen, dat weet ik niet. Ja, dat was bij een corner. Ja. In ieder geval bij een dood moment en dan staat hij in het midden voor de goal. En dan merk je ook dat hem dat goed bevalt in Engeland. Ja. Want hij scoort met zijn rechterbeen, wat natuurlijk niet erg gebruikelijk is voor hem. Piet Keizer, wat moet de Noorse coach nu doen in de tweede helft? Wat mij betreft niks. Want ik vind dat het gaat heel goed voor ons. Nee, maar wat zou hij
moeten doen nu? Want ze spelen deze maar met één echte spits. Hij zal het moeten proberen om het initiatief te pakken. Ja. En dat kan hij alleen maar pakken als hij verder naar voren gaat spelen. En probeert om sneller in balbezit te komen. En een aantal situaties in de eerste helft hebben dat ook aangegeven. Op het moment dat die druk er is, is er redelijk veel gevaar voor de Nederlandse. Want ze hebben ook wat kans gehad. Ze hebben wat vlak voor rust in Midland. Zou jij Flow inzetten? Een lange spits die normaal eigenlijk ook vaak meedoet bij de Noren. Zou je die inzetten nu? Ja, ik denk zeker. Misschien niet het eerste kwartier. Maar op een gegeven moment zullen die Noren alles of niks moeten gaan spelen. Willen ze winnen. En dan is die Flow, die grote, sterke gozer, die in de lucht ook een heleboel kan. Die kun je verwachten, denk ik. Piet, ik ben blij dat het niet geworden is wat jij gisteren verwachtte. Want jij dacht dat het een saaie wedstrijd zou worden met weinig kansen. En we gaan nu even kijken wat Veronica te wachten staat in de toekomst. Het was een vrij korte rust hier in het stadion van Oelevaal. Het is koud, dus de mensen wilden weer snel de tweede helft zien. Nederland dus op een 1-0 voorsprong door het doelpunt van Brian Roy. Trainer Olsen heeft geen nieuwe spelers in zijn elftal gebracht. Dat betekent nog dat hij het blijft aankijken hoe het gaat met die ene spits, deze Jan-Age Fjørtoft. We zitten in de eerste minuut van de wedstrijd, dus u heeft nog heel weinig gemist. Hier dat duel van Stan Falks, die Fjørtoft geen kans heeft gegeven in de eerste helft. Maar dus al wel een gele kaart in zijn achterzak heeft, Stan Falk dus. Het de Goeie niet echt in de problemen geweest in die eerste 45 minuten. Eén kansje was er eigenlijk voor Midland aan het einde van de eerste helft. Roy, een van de beste mensen bij het Nederlands elftal, nu weer aan die linkerkant. Fel, gretig en jagend. Witsche. Overtreding van Rekdaal. Op Robbie Witsche. Overmars. Geen buitenspel, Bergkamp. Bergkamp. Winter niet. Winter die veel kan komen, hè? Ja, dat klopt. Dat heeft ook te maken met het feit dat Mark Overmars heel goed aan de zijlijn blijft. Waardoor de ruimte komt tussen Bergkamp en Overmars. En dan kan Aaron natuurlijk schitterend die ruimte benutten door een van zijn sterke punten goed te gebruiken. Dit is Rusveld. En die wordt neergelegd door Frank de Boer. En ook die krijgt een gele kaart van de Schotse scheidsrechter. Kijk, het is duidelijk dat de Noren op dit moment een schepje erbovenop doen. En daarom moet het Nederlands elftal bijzonder alert zijn. Want nu een doelpunt tegenkrijgen, dat kan de Noren vleugels geven. En dat moeten we zien te voorkomen. De Boer deed dat door middel van een overtreding. Geel dus. Falks. Bergkamp. Krijgt die bal niet onder controle. Witsche. Bergkamp. Elleboog in de rug. Nederland gooit. Witsche. Roy. Drie man om zich heen. Roy wint dat duel door een knullige fout van Liedersen. Wie is er mee? Alleen Overmars. Roy. Een heel fysiek gespeeld van Henning Berg. Het was mooi te zien de Nederlandse techniek van Roy en die Noorse fysieke kracht van verdediger Berg. Oppassen nu, Reiziger met Leonardsen. Reiziger wint op het nippertje. Ja, dat komt. Reiziger komt in de problemen omdat Stan Valks en Danny Blind naar dezelfde bal toe gaan. Er moet er natuurlijk één in en de ander moet rugdekking geven. Dat is een slechte communicatie. U zag daar eventjes Jostijn Flo langs de kant staan. En hoorde Piet Keijzer daar al over praten in de rust.
Flo is die grote, sterke spits die Olsen achter de hand heeft. En hij heeft ook Frigaard achter de hand. Een pinchhitter die de Nooren de overwinning bracht tegen Wit-Rusland. Jonk. Weer op Overmars die in de lucht bijna geen duel kan winnen natuurlijk. Björneby die het heel moeilijk tegen hem had in Rotterdam de eerste helft. Toen in de rust ook werd gewisseld door Olsen. Heeft nu nog geen kind aan Mark Overmars. Ze lijken weer iets op te schuiven, die Nooren. Iets meer voor de eigen middenlijn nu verdedigen. Mooi. Voetbeweging van Roy, waardoor Witsche ruimte krijgt. Witsche wilde iets te makkelijk Henning Berg passeren. Fjørtoft. Door de benen, dat vinden ze mooi hier. Door de benen van de Boer. Leonardsen, daarachter is Kleine Miekland. Kleine Miekland, strafschop. Wat jammer. Die overtreding van Reiziger. Miekland lacht. En daar is dus dat ene kansje voor de Nooren. Het is een strafschop. Ja, of schoon niet dan. Ja, buiten enige twijfel. Alleen het begint natuurlijk hier bij Frank de Boer. Die te gemakkelijk zich laat uitspelen. En dan wordt Michael Reiziger in zijn rug gevangen. Rekdaal gaat hem nemen. Hij scoorde tegen Stanley Menzel 2 jaar geleden recht door het doel. Maar zijn favoriete hoek is rechts beneden bij de groei. Dus ik hoop dat het Ettergroei die hoek kiest. Rekdaal met een strafschop. De groei kiest niet die hoek. Nee, jammer van de groei. Het is 1-1. En dus wordt het denk ik toch wel een moeilijke tweede helft. Ja, maar daar zie je wederom dat we toch iets te gemakkelijk beginnen. Dat we denken van, nou, het gaat wel. Lekker rustig de bal rondspelen. En dan krijg je één keer dat balverlies hier. En daar zit hij. En het is doodzonde. Want we hadden de wedstrijd volledig onder controle. Nu hoort u het publiek in Oelevaal dat lang is stil geweest. Dat Nederland inderdaad die wedstrijd controleerde. De Nooren geen kans gaf om in de wedstrijd te komen. En die kans heeft Nederland-Noorwegen nu wel geboden. Roy. Miekland met de overtreding. Ik ben alleen heel benieuwd hoe Noorwegen hier nu op gaat reageren. Gaan ze door? Of zakken ze weer terug in hun formatie van voor de rust? Maar ik kan je verzekeren dat wanneer je na rust gelijk... De gelijkmaker erin schiet, dat dat toch een heel prettig gevoel geeft. Flo loopt nog steeds zich warm langs de kant. Hij wil nog niks zeggen. Hoe reageert Nederland natuurlijk op dat doelpunt? Pikken ze de draad weer op? Dan zetten ze de Nooren weer onder druk. Reiziger, Reiziger. Die wil natuurlijk ontzettend graag die overtreding goed maken. Winter, Jonk, de Boer. Jonk. Reiziger. Witsche. De Boer. Roy. 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 Inworp voor Oranje. Toch weer de durf en de lef van Brian Roy. Ja, hij durft. Hij is heel. Hij heeft voldoende zelfvertrouwen aan de bal. Dat zie je. Hij durft die 16 meter in te gaan.
En ja, Roy functioneert perfect. We mogen alleen iets meer verwachten, vind ik, van Mark Overmars, die helemaal niet loskomt aan die rechterkant. Het is buitengewoon jammer, omdat we weten dat Mark toch ook voor die individuele actie kan zorgen, die een wedstrijd kan openbreken. Maar Advocaat heeft eventueel nog voor die vleugel van Vossen achter de hand. Hoewel van Vossen natuurlijk beter vanaf die linkerkant kan komen. En daar speelt Roy gewoon een goede wedstrijd. Ja. Reiziger. Overmars. Nikland. Fjørtoft krijgt ruimte. Fjørtoft benut die ruimte. Valks. Met dank aan Fjørtoft. Winter. Bergkamp. En het publiek dat helemaal gek is van voetbal in Noorwegen. Het is de eerste sport geworden eigenlijk. Het heeft het skiën en het langlaufen verdrongen naar de tweede en derde plaats. Gisteren werd er een extreem lange samenvatting uitgezonden op de Noorse televisie van Jong Noorwegen tegen Jong Nederland, Jong Oranje. Jong Noorwegen won die wedstrijd met 1-0. Maar het zegt genoeg over de populariteit van voetbal in Noorwegen. Valks. De Boer. Bergkamp. Overmars. Kan niet die bal oppikken. Nee. Jönneby is dat soort passes wel gewend bij Liverpool. Klopt, hij schermt op de binnenkant perfect af en komt hem rustig terug op zijn doelman. Dat doet Reiziger zeer goed door de bal niet te laten stuiten. Bohinen. Met Witsche. Ja, het is een technicus, Bohinen. Samen met Nikland zijn zij de technische spelers. Daar is Nikland. Ja, Nikland krijgt op dit moment ook vrij veel ruimte. Dat bevalt me eerlijk gezegd niet. De kleine Nikland is een speler die niet in het buitenland heeft gespeeld. Hij speelt nu bij Start. Hier in Noorwegen. Hij heeft al wel 29 interlands achter zijn naam. Ja, het is een hele behendige speler. Dat zag je ook met die penalty. De manier waarop hij hem aannam. En gelijk de confrontatie met Michael Reiziger zocht. Rekdaal is niet zo behendig. Maar is natuurlijk gevaarlijk achter die spits. Fjørtoft. Overtreding gemaakt op Overmars. Dit is Bjørneby. We zijn slordig hoor, momenteel in de opbouw. Dat biedt de Nooren gewoon mogelijkheden. We zijn het Nederlands elftal is op dit moment zo heel duidelijk in de kaart aan het spelen. Omdat de Nooren ten alle tijde een ploeg is die wacht op die fouten van de tegenstander en niet echt zelf kansen creëert. En Roy was er bijna weer door. Liedersen kan ver komen. Bohinen. Te hard. Weinig mogelijkheden voor Jonk om die paas diep te geven. Hij moet bijna de hele tijd breed, doordat er de hele tijd op hem gejaagd wordt. Nu lukt zo'n dieptepaas wel. Dan komt hij niet echt aan. Het is wel treinwinst en een inworp voor Nederland.
Bergkamp. Doeltrap. Het is de tweede keer na Roy dat we ons dat de Nederlandse spitsen gewoon op fysiek worden weggezet. Witsen. Jonk. De Boer. Met Roesveld. Rekdaal. Lastige bal waar de Goeie overzicht behoudt. Maar je ziet ook met deze kleine overtreding ten opzichte van de Goeie. De twee keer dat we aan de achterlijn werden afgebluft. Dat ze op dit moment heel sterk op de fysieke tour zijn, de Nooren. Ze zullen ongetwijfeld in de rust gehoord hebben van waar zijn we nou mee bezig. We worden zo heel makkelijk naar de slagbank geleid. Geef meer, probeer dat fysieke geweld te zoeken. En daar zijn ze op dit moment aardig mee bezig. En daar geven we tot nu toe weinig weerwerk aan. Ja, Nederland heeft natuurlijk ook niet echt spelers nu rondlopen die een tikkie kunnen uitdelen. Fysiek. Nee, dat klopt wel, maar dat betekent wel dat het moet gebeuren. Want anders dan laat je steeds verder wegdringen naar je eigen goal toe. En dat is niet verstandig. Fjørtoft, bijna kon hij die bal oppikken. Overmars. Die bal moet naar de grond. Bohinen. Witsche. Dat is een overtreding natuurlijk van Bohinen. De scheidsrechter houdt voor de speler van Forst de kaart op zak. Overmars. Reiziger. Terwijl de Nederlandse bank gaat warm lopen. Met Nieuwman, Van Gobbel en Ronald de Boer. Betekent dat advocaat toch iets wil doen? Betekent dat hij de Boer misschien als diepe spits wil inbrengen? Dat is inderdaad een mogelijkheid. Mark Overmars overigens hier prima zijn lichaam inzettend. En net voldoende zijn bek uit balans weten te brengen. Maar je ziet het, de Nooren zijn aan het aandringen. Jostijn Flo neemt dan de plaats in van Roesveld. Ik denk niet dat dat iets aan het concept verandert van Noorwegen op dit moment. Flo die meestal speelt vanaf die linkerkant. Maar nu naar de rechterkant komt. Lange, sterke speler dus. Die speelt bij Sheffield United in Engeland. Mikland. Rekdaal. Leonardsen. Mikland. Meteen de aansluiting van Bohinen. Mikland kan zomaar aannemen, dribbelen, een actie maken. Mikland. Fjørtoft buitenspel. Wat mij op dit moment opvalt is dat Danny Blind nog maar weinig achter zijn verdediging speelt. En dat vind ik onnodig, omdat die Noren ten alle tijde twee man achterin houden. Dus lijkt me verstandiger dat hij gewoon lekker achter zijn verdediging rugdekking blijft verzorgen. Jonk draait goed weg. Zocht naar Roy, gaat nu naar de rechterkant. Overmars. Want die is zeer ongelukkig tot nu toe deze wedstrijd. Ja, zit totaal niet in de wedstrijd. Komt niet los. Iedere service. Ronald de Boer liep net uit beeld. Arthur Nieuwman en Uri van Gobbel.
Flo gaat. Bohinen. Witsche moet dat hele veld over. Bohinen af te stoppen. Leonardsen. Achterin vraagt Flo, die is lang. Flo. Het scheelde niet veel. Berg. Tviertoft. En Blind. Tviertoft. De organisatie is een beetje zoek achterin. Dat klopt. Er wordt gewoon te ver van de man afgedekt. Blind die de rugdekking op dit moment niet goed verzorgt. En men loopt gewoon constant uit de organisatie. Kijk, Frank de Boer raakt hem net voldoende aan. Waardoor die Flo niet goed kan koppen. En Roy is prima gevolgd. Maar we zijn op dit moment duidelijk het overwicht aan het verliezen. En dat vind ik nog steeds onnodig. Bergkamp krijgt heel weinig ruimte. Ook nu weer een correcte, maar harde, inderdaad weer fysieke tackle van Henning Berg. Ja, je moet nu in dit geweld mee. Want anders kom je onherroepelijk in de problemen. Interessant is nu wel, omdat er 3 punten te verdienen zijn, dat beide ploegen nog eigenlijk best wel willen winnen. Dat begrijp ik. Er is natuurlijk een ongeschreven wet in de voetbalwereld dat als je uit tegen een concurrent een punt haalt, ook al zijn er 3 punten te verdienen, dat dat op zich een goed resultaat is. Dan moet je wel zorgen natuurlijk dat je tegen jezelfde concurrent wel thuis wint. Maar dan moet je gewoon gebruik kunnen maken van het thuisvoordeel. En dat doen de Dooren op dit moment heel duidelijk wel. Ja, de tweede helft is tot nu toe voor Noorwegen. Zeer duidelijk. Nu ook weer zo'n doodmoment. Met Flo in de ploeg worden die dode momenten alleen maar gevaarlijker. Ja, wij hebben eigenlijk maar 2 echte hele goede koppers. Valks en de Boer. En voor de rest zal iedereen goed tegen zijn mannen moeten leunen. Witsche bij de eerste paal. De groei moet komen. Doet dat goed. Nu misschien Overmars. Net niet gelukkig. Bergkamp. Roy is mee. Maar de paas is niet goed. Te direct gegeven wellicht door Bergkamp. Had iets meer de tijd moeten nemen. Jonk moet oppassen. Mikland. Sliding op de enkel van Wim Jonk. De aanname van Bergkamp is niet altijd goed op dit moment. Dat klopt. Maar je ziet dat de Nooren